Ging de bal van Van Aken in het doel of niet? Dat is de vraag die de sportwereld de voorbije dagen in zijn greep houdt. Er is al veel over gezegd en geschreven, maar gelukkig heeft mijn gast vanavond wel recht van spreken. Vertel eens, dat waren nogal een paar dagen, hè, niet? Ja, dat kan je wel zeggen, Lucas. Het internet staat op zijn kop. Elke journalist had een mening. Heeft toch voor heel veel polarisatie gezorgd. Dat snap ik. Maar jij kan nu natuurlijk voor eens en voor altijd deze discussie beëindigen. Dus zeg het eens, zat de bal erin of niet? Ik heb wel een vermoeden van wat het was, maar door die trap was ik natuurlijk helemaal gedisoriënteerd. Dus 100% zeker ben ik niet. Allee, iedereen heeft al zijn mening gegeven en kijkt nu naar jou om deze discussie voor eens en voor altijd neer te leggen. Je zou zelf kunnen zeggen dat de jezelf in jouw kamp ligt. Ah, ja, de bal ligt in mijn kamp. Ja, een balmopje. Mijn naam is eigenlijk Patrick. Maar bon, ik kan dus geen commentaar geven. Is dat wel slim? Sla je nu niet een beetje de jezelf mis? Ah, dus we gaan blijven balmopjes maken, of wat? Ik weet niet of je dat weet, maar voor mij is dat wel geen grap, hè? Ja, sorry, excuses. Dat is totaal ongepast, inderdaad. Je hebt natuurlijk een heel zware week gehad. Sommige van de reacties waren behoorlijk jezelfdadig. Jezelfdadig? Van baldadig, zeker? Ja. Man, dat is wel heel ver gezocht, hè. Ik weet niet of je wel snapt of hoe impact dat heeft op mijn carrière en mijn privéleven. Hè. Ik snap dat volledig. De voorbije dagen ben je natuurlijk van de ene en andere emotie gerold. Man, stop dan nu eens mee! Ik stak hier op de rand van een depressie. Je zegt daar op de rand. Is dat dan op de rand of net erover, net ervoor? Oh man, door heel die heis is mijn vrouw zelfs afgetrapt. Ah, je bedoelt dat ze is afgetrapt? Oh man, dat is erover, hè? Ah, erover. Hij heeft gezegd, erover. Het is een goal. Club Brugge wint. Fuck you, lul. Pol het af. Hij balt het af. Ziezo, dat was het voor deze week. Volgende week ontvangen wij Johan, die na een lange revalidatie terug zijn comeback maakt zaterdag tijdens de match Moeskroen-Oostende als cornervlag. Laat ons enkel hopen dat hij het niet weer vlaggen heeft.